gemeente Paarden. Hartelijk dank dat jullie deze fabriek officieel willen openen. Het is een mijlpaal voor Roermeijer. De schuit is nog maar een betrekkelijk gering onderdeel van de totale omzet. Door alle overnemingen die er hebben plaatsgevonden. We hebben 6 fabrieken in Nederland en 1 in België. Maar historisch gezien is er een geweldige band. Zeker vanuit de vestiging Barendrecht gezien met de schuit. En daar is het allemaal mee begonnen. En ik zou u eigenlijk willen verzoeken om nu tot een officiële openingshandeling te leren overgaan. En die bestaat hieruit dat u op deze grote dag. Na 70 minuten weer uit de narijskast te komen. En dat beeld kan ik eventjes naar voren toveren, dat heb ik direct namelijk niet laten zien. Hier komen ze uit de narijskast. Hier zijn de bolletjes niet meer plat, maar hier zijn ze door de gistwerking helemaal volgerezen en gaan ze de bak over in, waar u daarnet hier de uitloop van zag. Dat is op het beeldscherm op deze plek de oven. Dan krijg je een transportgedeelte met een nogmaals dwarstransport en weer een dwarstransport wat hier geprojecteerd is op de monitor om bij dit keerapparaat terecht te komen wat u hier ook kunt vinden. Het prikapparaat staat daarna, gaat net weg. Vervolgens gaan de bollen op de bollen koelbaan wat gezegd was en de platen komen weer terug. Er staat een koelunit op de platen.